Zo, dan gaan we even weer verder vanaf het huidige dia. Goed. Ptolemeus komt opeens in beeld, de eerste eeuw na Christus. Want het wereldbeeld van Aristoteles die onderging dus in de loop van de eeuwen diverse modificaties. En in de eerste eeuw na Christus werkte de geleerde Claudius Ptolemeus Aristoteles' model voor de bewegingen van de planeten wiskundig uit. Zoals we zullen zien, week het eindresultaat op enkele belangrijke punten behoorlijk af van wat Aristoteles voor ogen had. Meer inhoudelijke veranderingen vonden plaats in de middeleeuwen, en toen de ideeën van Aristoteles werden ingebed in een christelijke filosofie. Hoewel veel van diens basisideeën behouden bleven, kreeg de filosofie van Aristoteles in de middeleeuwen een geheel eigen inhoud. Maar eerst ga ik even in op het wiskundig model van Ptolemeus. Want Ptolemeus die stond voor de uitdaging om een wiskundig model te vinden om de posities van de hemellichamen te voorspellen. Ja, leuk dat het allemaal rond de aarde draait, maar waar zijn ze dan precies? En dit model moest aan twee randcondities voldoen. Op de eerste plaats moest het precies zijn. Voor beta's zoals jullie is het natuurlijk vanzelfsprekend. In het huidige wetenschap is precisie immers een doel op zich. Maar dit wetenschappelijk ideaal is betrekkelijk recent en stamt pas uit de 19e eeuw. Daarvoor was precisie altijd verbonden aan praktisch nut. Waarom zou je exacte posities van de sterren willen weten? Wat boeit dat? Nou, in de periode waarin Ptolemeus leefde en tot ver daarna geloofde men in astrologie. En de stand van een planeten die zou te maken hebben met allerlei gebeurtenissen op aarde, zoals ziekte, oorlog enzovoort. En voor zover men mensen als Ptolemeus astronomie bedreven, deden zij dit dus in dienst van de astrologie. Het is dus een merkwaardige, maar in de wetenschapsgeschiedenis zich vaak herhalend feit dat wij dus nu in de pseudowetenschappen, en wat we nu pseudowetenschappen noemen, dus sterrenbeelden en zo, heeft dus aan de basis gestaan van moderne wetenschap. Een tweede eis die was eigenlijk meer filosofisch, want volgens Aristoteles bewogen alle hemellichamen namelijk in cirkelbanen. Zoals we hebben gezien, werkte dit goed voor de sterren, maar de bewegingen van de planeten, ja, die was onregelmatig. En het idee van Aristoteles was dat de planeten naast de dagelijkse cirkelbewegingen van de sterren ook elk een eigen cirkelbaan volgden. En Ptolemeus die werkte dat idee dus nader uit. En dat was echt niet eenvoudig. Dat was echt een hele, hele knappe klus. Nou, hier zie je de retrograde beweging, het huidige beeld. Het onregelmatige is de baan van de planeet eigenlijk, bezien vanaf de aarde. Want die is behoorlijk onregelmatig. Planeten lijken zelfs terug te gaan. Volgens Aristoteles bewogen planeten zich ten opzichte van de sterren, waarvan zij de dagelijkse rotatie volgden, in een cirkelbaan, in een eigen cirkelbaan. In feite is de beweging nog veel complexer. Dat kun je zien op de afbeelding hier. Je ziet hier een opmerkelijk verschijnsel dat bekend staat als retrograde of teruglopende beweging van de planeten. Gezien vanaf de aarde lijkt het soms alsof de planeten soms even omkeren en vervolgens hun cirkelbaan weer vervolgen. Dus met andere woorden, Mars gaat af en toe achteruit als je hem ernaar kijkt. Vanuit ons hedendaagse perspectief is dit verschijnsel heel makkelijk te begrijpen. De afbeelding die laat dat zien. De zon staat in het midden, de aarde en Mars draaien daaromheen. En op het plaatje geeft de stippellijn aan hoe wij de planeten zien tegen de achtergrond van de sterren. Omdat de aarde sneller rond de zon draait, lijkt het alsof Mars even achteruit gaat. En dat zie je bijvoorbeeld tussen 3 en 4. Maar hoewel dit verschijnsel te verklaren is vanuit ons hedendaagse, dat wil zeggen heliocentrisch perspectief met de zon in het midden, is het moeilijker te begrijpen vanuit een geocentrisch perspectief waarbij de aarde in het midden staat. Er moesten door Ptolemeus in elk geval aanpassingen worden gemaakt aan het idee van Aristoteles, dat planeten hun eigen cirkelbaan hebben, om het verschijnsel te begrijpen. Dus,
Voor ons is het vrij logisch. Wij hebben de binnenbocht. En als je iemand inhaalt, terwijl je eigenlijk geen achtergrond hebt, zoals bomen of zo, dan lijkt het net als je iemand inhaalt alsof die ander achteruit gaat. En zoals wij dus de binnenbocht hebben ten opzichte van Mars, en we kijken naar Mars, dan lijkt Mars achteruit te gaan als wij hem inhalen. Maar dat heeft dus te maken met de achtergrond. Hè? Als je in de trein zit en de andere trein gaat rijden, dan kun je ook niet zo goed zien wie er nou rijdt. Rij jij nou of rijdt die andere trein? Nou, dat is dus gewoon gezichtsbedrog. Maar ja, Aristoteles en Ptolemeus, die dachten dat de boel allemaal om de aarde heen draaide. En dan kan je dat verschijnsel dus niet zo verklaren. Moet het dus een andere verklaring zijn. En dat verklaarde die dus dat met een extra cirkelbeweging Mars een soort teruggang kon hebben. Hier zie je dat. Het model van Ptolemeus. Ptolemeus kwam met het volgende wiskundig model. Onder het middelpunt van de grote cirkel zien jullie de aarde. Net als bij Aristoteles staat de aarde stil. De planeet loopt in de eerste benadering langs deze grote cirkelbaan, die de different wordt genoemd. Dit komt overeen met Aristoteles, het idee dat de planeten niet alleen de baan van de sterren volgden, maar ook hun eigen cirkel hebben. Maar een eerste verschil is dat de planeet weliswaar om de stilstaande aarde draait, maar dat de aarde bij Ptolemeus niet precies in het middelpunt van deze cirkel staat. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Tweede opvallend vernieuwing van Ptolemeus is de kleinere cirkelbaan, de epicycle, die op de grotere cirkelbaan ligt. De planeet draait rondjes op die epicycle. Een laatste verschil met Aristoteles is dat bij Ptolemeus de planeet, of liever de epicycle, met een constante hoeksnelheid rond de equant draait. Maar dat wil zeggen dat hij ten opzichte van aarde geen eenparige cirkelbeweging uitvoert. Dit is dus ook in strijd met het idee van Aristoteles dat in het bovenmaanse alleen eenparige cirkelbewegingen voorkwamen. Echter, tot en met de 16e eeuw deed niemand in Europa hier moeilijk over. Als wiskundig instrument, als rekenmodel, werkte het systeem van Ptolemeus immers geweldig. Aan de autoriteit van Aristoteles werd niet getwijfeld. Dus het was gewoon een wiskundige berekening. Daarmee, dit wiskundige trucje, had men gewoon nodig om precies de plaats van de planeten uit te rekenen. Ook al deed dat niet precies volgens het wereldbeeld van Aristoteles. Nou, dan krijg je dus hier de retrograde bewegingen volgens Aristoteles en Ptolemeus naast elkaar. Nou, hoe verklaarde Ptolemeus de retrograde beweging? In dit plaatje zie je hoe de epicycles hem van pas kwamen. Net als op de vorige afbeelding is de grote cirkelbeweging de deferent en de kleine cirkelbeweging de epicycle. Het middelpunt van de epicycle beweegt met de deferent mee en de planeet ligt op de epicycle. Op het moment dat de planeet tegen de deferent indraait, beweegt de planeet even achteruit. Ptolemeus kon zich dus keurig rekenschap geven van de merkwaardige en complexe beweging van de planeten. Goed. Hier zie je een overzicht. De aarde staat stil in het midden. Concentrische cirkels. Maar bij Ptolemeus staat de aarde ook stil in het midden, maar excentrische cirkels. De planeten volgen de dagelijkse rotatie van de sterren en hebben een eigen cirkelbaan. Maar bij Ptolemeus zeggen ze, de planeten volgen de dagelijkse rotatie van de sterren. Ze hebben een eigen cirkelbaan, maar ook die epicycles. Dus dat is een extra toevoeging. En Aristoteles zegt, de planeten hebben eenparige cirkelbeweging ten opzichte van de aarde. En Ptolemeus zegt, de planeten hebben eenparige hoeksnelheid ten opzichte van het equant. Nou, hier zie je nog even dat plaatje waar ik eigenlijk net al over begon. En dan krijg je eigenlijk die hele gekke verklaring wat je hier eigenlijk ziet door die epicycles. En daardoor krijg je hele moeilijke wiskundige berekeningen. Maar ze kloppen precies. Van Ptolemeus.